Jojo mensen, welkom bij deze nieuwe vlog. Vandaag ga ik naar Nederland, Griekenland toe. Abonneer, druk op het duimpje omhoog en dan ga ik nou naar Eindhoven. We zijn aangekomen in Eindhoven en het is vandaag 30 graden in september. Het is deze week een hittegolf, want het is namelijk 7 dagen, zelfs volgens mij 8 dagen achter elkaar, 30 graden. Dus dat is wel echt heel erg warm. Oh ja, daar bij de Evenaar, daar ben ik naar Benner geweest. Benner heeft trouwens een nieuwe clubtour. Daar ga ik ook weer heen naar de nieuwe tour van Benner. Dus ja, willen jullie daar een vlog van, laat weten in de reacties. Oh nee, politie, oh, politie. Hé, hey, dat zijn Grieken! Gers! Oh. Nou, we hebben net gegeten bij de foodmarkt in Eindhoven. Voor als je Eindhoven niet kent. Hier is de foodmarkt in de smalle haven. En daar is de kerk van Stratum, zeg maar. Hier om de hoek is Stratum. Is echt een aanrader hoor, de foodmarkt in Eindhoven. Dus stel je komt uit Rotterdam of Amsterdam of iets. En je bent een keer naar een Nederlands elftal wedstrijd. Ga eten hier bij de foodmarkt in Eindhoven. Kijk, alle terrassen zitten ook al vol met Nederlands elftal supporters. Daar, Akeesjur, zo. Hier weer allemaal oranje. Het is gewoon een en al oranje in Eindhoven. Gesso! Hè? Gesso! Gesso! Nou. Oh, dat is YouTube! We zijn al onderweg naar het stadion. De zon is ook onderend gaan. En de opstelling is zo net bekend geworden. De Roon staat erin. En Deli Blind. Ja, dat wordt echt verschrikkelijk. Ik ga mezelf denk ik identificeren als Griek. Ik ben vanaf vandaag Grieks. Maar Weghorst staat wel in de spits, daar zijn we wel goed. Ja. Er is echt veel politie vandaag. Komt misschien niet omdat we hier bij politiebureau staan. Nee, zeer zeker niet. Nee. Kijk, we zijn al bij het stadion. Wow, keiveel oranje, overal oranje. Dit is wel echt keiveel oranje, hè? We zijn nog in het stadion aangekomen. Wij zitten in vak LL, maar ik ga even hier kijken, hier beneden.
Het is stil aan de overkant. 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 Nederlands elftal heeft met 3-0 gewonnen. Hopelijk vond je deze video leuk. Klik op dat duimpje omhoog. Abonneer. En dan zie ik jullie bij de volgende video.